like a giant Suzuki. Oh my gosh! It's a giant Suzuki and it's moving fast! A giant Suzuki has been sighted on Highway 316 and it's moving fast. Oh my God, Billy. Look! That giant Suzuki! A giant Suzuki! Let's get out of here! There's a giant Suzuki that moves real fast. Ik ben Wessel, ik heb meegedaan aan de 30ste quiz van Suzuki en ik heb gewonnen. Wat heb ik gewonnen? Ik heb 2 weken rijden gewonnen in een Suzuki Swift S-Edition. Ik heb het dus gewoon gebruikt voor alledaagse dingen, dus ik ben er met een school geweest. Ik heb hem gebruikt om een keer naar het werk te rijden. Ik heb uitstapjes meegemaakt, ik ben naar vrienden van mij geweest in het midden van het land. Ik ben naar een dag naar Texel geweest. Gewoon voor alledaagse dingen. Dus ik heb er boodschap in gedaan, noem het maar op. Gewoon kleine tripjes, mee naar het spotten geweest. Dus ik heb er nu in 2 weken, moet ik even spieken, heb ik er 2128 kilometer mee gereden. Het gemak is erg groot. 2 mensen voorin en als het moet kunnen er gewoon 3 mensen achterin zitten. Wat mij echt positief opviel in deze auto, dat was toch wel het rijgedrag van de auto. Hij stuurt heel goed, heel direct. Hij ligt heel goed op de weg. Hij accelereert goed en ook op hogere snelheid. Ja, gewoon het autootje op zich met de velgjes en die auto die klopt gewoon. Naast dat ik nu 2 weken in deze mooie auto heb gereden, is er nog een andere leuke bijkomstigheid. Ik mag namelijk ook nog naar Rob Slotenmaker in Zandvoort. En dan mogen we een dag aan mijn ervaringen knutselen, zeg maar. Het hoort er nog bij, dus dat ga ik ook nog doen.